Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop doing something unholy. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like him. He'd cut you out if he ever, ever knew about all the you tell me that you do. And dirty, dirty boy, you know that everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy. Daddy, if you want it, drop the Eddie. Ooh. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gon' need to pack it up, 'cause I'm spending my Rodeo. You can watch me pack it up, and I'll be gone in the AM. Fendi, he got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me 'cause I never cause no drama. And when you hold it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump on that colors. En het applaus blijft maar duren. Straks gaan we het verdikt horen van Natalia, maar we beginnen met Mathieu Terijn. Wow. Heb jij genoten? Oh my. Kan je anders zijn? Ja, jong. Eerst en vooral, ik vind dat zo'n goed nummer. Ja, en, ik ook. Allee, het origineel is al heel goed, maar dit was echt ook mega, mega goed. De attitude, de ja, twee geboren popsterren of rocksterren of whatever. Het was echt, echt een performance van begin tot einde. Vocaal, waar jullie ook elkaar aan het uitdagen. Er kwam alleen maar bij en volume bij en energie bij. Ja, ik heb er eigenlijk niet veel op te zeggen. Ik ga ook niet kiezen, want ik vind gewoon, ik vond jullie wel echt een magisch duo of zo. Dus ik zou dat jammer vinden om met elkaar zo wat de... Dank je. Ja. Koen, hoe heb jij naar ons gloednieuwe duo gekeken? Met Big, Big, Big Smile. Een van de beste battles die we al gezien hebben. Zonder twijfel. Ja. Ja. Chapeau voor allebei. We hebben in al die jaren The Voice, Natalia, al vaak trots gezien, maar nu toch een extra tikkeltje trots. Ja, ja, ik ben echt super, super content. Ja, ik zal beginnen bij Wart. Die kwam bij ons in de eerste workshop binnen. En ja, er waren wel wat puntjes waar aan moest aan gewerkt worden. Maar ik denk dat je gewoon ook echt wel goed geluisterd hebt. En ik voelde ook wel dat je dat echt wou absorberen. En ik merk dat nu ook echt wel. Dus ik ben daar heel... Ja, dat is echt super tof om te zien als coach ook gewoon wel. Dat is heel tof. Dus dank je wel daarvoor. Heel goed gezongen. Ja. En Reza, ja... Reza is ook nog heel jong. Je hebt een enorme muzikaliteit. Dat zit in u. Dat is gewoon uw naturel. En dat is heel tof. En nu was dat misschien iets meer een uitdaging, want Unholy is een samenspel. Het is niet altijd gemakkelijk. Plus, er zit body in. Je moet echt wel laten zien van oké, ik ben hier iets aan het zeggen, ik ben iets aan het vertellen, maar het moet ook in uw performance zitten. Ook allemaal niet evident. Maar ja, ik vond het echt fantastisch en geweldig om naar te kijken. Dankjewel. Top, dat was de bedoeling. Dankjewel. Ons doel was echt om Natalia trots te maken. Oh, is dat echt? Ja, we hebben dat echt 1000 keer gezegd. Maar ik denk dat u doorgaat, we moeten Natalia veer maken. Oh, maar ik ben dat ook echt. Ik ben dat ook echt, echt waar. Toch is er maar één vraag die ertoe doet in deze ronde. Wie wint deze battle, Natalia? Ja.
Oh, ik vind het echt heel erg dat de wedstrijd zo moet lopen, natuurlijk. Maar ja, het is wat dat is. We hebben gekozen om verder te gaan met Reza. Reza wint de battle en blijft in Team Natalia. Proficiat, Reza. Ik vond dat Wart zijn eigen echt wel gesmeten had. Maar ik heb toch voor Reza gekozen omdat ik vind dat zij de grootste musicaliteit heeft. Dank je wel. Ik moet naar droog houden, dat is echt waar. Waar is de reddende witte engel? Wart Proficiat, je blijft in de wedstrijd met die Lara.